Pascal, goedemiddag. Goedemiddag. Het zonnige Valencia. Hoe bevalt het hier in Spanje? Nou, je ziet het, hè. Kijk goed om je heen. Uitermate tevreden. Je bent natuurlijk veel met de jongens bezig, veel om trainen. Ja. Maar heb je dan ook wat vrije tijd om bijvoorbeeld een potje te golfen? Of? Ja, gisteren hadden we even een vrije middag. Daar hebben we wel even genoten. Een rondje gedaan. Op de driving range geweest. Er zijn wat mensen bezig golven. Er zijn wat ontspanningsmogelijkheden in het hotel ook. Dus we hebben ons prima vermaakt. Ben je eigenlijk een golfer of niet? Nou, ik doe het zo nu en dan. Ja, dus je kan wel een balletje slaan? Ik kan hem wel raken, inderdaad. Ja, nou, dat is wel iets natuurlijk. Hoe ziet het programma er verder uit voor de jongens deze week op zo'n trainingskamp? Nou, eigenlijk het gebruikelijke. Je traint veel. Het is trainen, eten, rusten, slapen, weer trainen. Maar we zitten hier net buiten Valencia en we hebben het natuurlijk prima voor elkaar. We zijn iets later afgereisd dan in voorgaande jaren. We zijn opgestart in Nederland en vervolgens deze kant op gekomen. En zaterdag gaan we weer richting huis, maar dan hebben we veel training in de benen en een mooie wedstrijd. Ja, een mooie wedstrijd ook natuurlijk, die is vrijdag. Ja. Ook een bepaald teamgevoel waar je aan kan werken hier op zo'n plek? Ja, zeker. Maar dat heeft niet zozeer alleen met dit moment te maken. We hebben ook in de zomer natuurlijk een mooi trainingskamp gehad. Daar hebben we een aantal zaken met elkaar zeer intensief besproken en bepaald voor ons als team zijnde. Nou, dan is dit moment tijdens de winterbreak is dan ook weer een geschikt moment om even terug te blikken. En te kijken hoe het met die afspraken zit en of we dat allemaal nog goed op orde hebben. Of dat we daar een aantal dingen in moeten herzien. Maar het is ook een mooi moment om terug te blikken op die eerste helft. Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we minder goed gedaan? Om vervolgens daar dan weer lessen en accenten uit te halen. En vervolgens te bepalen voor de tweede helft wat we dan weer willen. Ja, wat kan je erover vertellen wat je voor de tweede helft wil? Nou, we hebben een aantal lessen hebben we natuurlijk geleerd. Hè. We hebben wat strubbelingen gehad begin van het seizoen. We hebben vervolgens een behoorlijke reeks ingezet. Toen nog twee keer gestruikeld en daarna gelukkig weer een goede reeks ingezet. Maar van beide situaties kunnen we leren. Zowel de goede als de mindere zaken die zijn voorgevallen. En het meest voor de hand liggend is natuurlijk de fases die we in wedstrijden hebben gekend. Dat we behoorlijk wel wat kansen wisten te creëren, maar toch aan de verkeerde kant eindigden. Een conclusie die we daaruit hebben getrokken is dat het veelal toch bij onszelf heeft gelegen. Mm-hmm. Dat we niet in situaties zijn geweest dat we weggespeeld zijn of iets dergelijks. Maar echt toch ons eigen niveau moesten verhogen. Zowel aan de bal als zonder bal. Om dat soort problemen meer te voorkomen. En dat hebben we gelukkig richting het einde van het kalenderjaar hebben we dat beter voor elkaar al. Maar dat is geen enkele garantie voor de tweede helft. Dus ook daarin blijven we zoeken naar de verbetering. Volgende week begint dat natuurlijk, de tweede seizoenshelft. En je bent 2021 fantastisch geëindigd. Mm-hmm. Hoe kan je dat gevoel, dat goede gevoel wat je toen hebt ingezet, die lijn, hoe kan je dat nou volgende week weer oppakken? Nou, iedereen heeft gevoeld hoe dat is. Dat is heel belangrijk. Dus dat is ook iets waar we met elkaar eigenlijk meteen de eerste dag in het trainingskamp al over hebben gesproken. Dat het belangrijk is dat je je even terug verplaatst in dat moment hoe je je destijds voelde. En daarin ook meenemen hoe je je hebt gevoeld op het moment dat het minder ging. Mm-hmm. Nou, die twee emoties die moet je kunnen scheiden. En voor de rest is het dan ook zaak dat je goed in kaart brengt voor jezelf en als team zijnde. Wat je dan ook voor gedrag hebt laten zien en wat je inhoudelijk hebt gedaan op het veld. Zowel op het trainingsveld als tijdens de wedstrijden. En dan natuurlijk met name streven naar dat laatste. Mm-hmm. Als het gaat om het gevoel wat je daar moet losmaken bij jezelf, maar ook bij elkaar in het team. Ja, we hebben het dan nu natuurlijk over wijzigingen, hè, en dingen die je misschien wel wil aanpassen en anders wil doen en wil verbeteren de komende tijd. Mm-hmm. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik drastisch anders doen, dat ga ik helemaal omgooien? Of? Nee, dat niet zozeer. Het gaat er meer om dat we de dingen die we doen langer volhouden, naar een hoger niveau tillen. En één aspect waar wij dan natuurlijk wel naar op zoek zijn, is het verbeteren van onze spelervattingen. En dan met name in aanvallend opzicht. Verdedigend hebben we daar wel de groei gezien die noodzakelijk was om beter te gaan presteren. Maar daar ligt zeker nog een uitdaging voor ons om in de aanvallende spelsituaties bij de set pieces om er meer uit te halen. Ja, over aanvallend vermogen gesproken, daar heb je eerder ook wel eens over gezegd. Een aantal weken terug van, nou, het zou maar zomaar kunnen zijn dat er in de winter misschien nog wel iemand bij komt voorin. Ja. Is daar nog steeds sprake van? Nou, de window is voorlopig nog open, dus wat dat betreft hou ik overal rekening mee. En we zullen het af moeten wachten. Ja, dus dat is iets wat de komende weken duidelijk wordt. Ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen inderdaad. En dat zijn natuurlijk de dingen waar Max zich heel
heel erg druk mee maakt. En ja, ik wacht dat gewoon rustig af. De wensen zijn bekend en die zijn niet alleen bij mij bekend, maar ook bij Max zelf natuurlijk. En dan gaan we altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. En dat wachten we rustig af. Ja, tot slot dan één dingetje nog. Het was natuurlijk wel een lange eerste seizoen zelf. Hè? In die zin dat je de laatste weken elke week twee wedstrijden speelde, soms wel drie. Ja. Op het moment dat ga je de kerst in, dan heb je even een week vrij. Heb je nu alweer dat het helemaal begint te kriebelen dat je zegt, nou, kom maar op, we gaan weer spelen? Nou, dat was bij mij al vrij snel weer, hoor. Nou, eerste kerstdag? Nou ja, het is wat dat betreft altijd wel even lekker als je even kunt ontladen. Maar vervolgens ga ik weer lezen en inspiratie opdoen voor de dingen die ik voor ogen heb. En dan wil ik graag weer aan de slag.